Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, in Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de ouders langs de lijn. Wie is de beste speler van ADO daarna? Geraldo Becker. Maar die is net weg. Ja, maar die is net weg. Dan Lex Immers. Voor wie kom jij vandaag? Voor de vrouwen. Ga je ook nog naar de mannen kijken? Dat weet ik niet. Ik denk het wel. En ik hoorde net dat er een ADO-speler bij jou thuis gegeten heeft. Ja. Wie is dat? Delano Ladon. Zo, heel gaaf denk ik, of niet? We gaan altijd een potje voetballen met hem. En win je het dan van hem? Nee. En voor welke speler komen jullie vandaag? Tom Beugelsdijk. Robert Swinkels. Oh, de keeper. Waarom de keeper? Ik was vroeger wel keeper, ja. Maar ik ben nog steeds heel erg fan van hem. Oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. De Schilderswijk, de lange poten en het plein. Oh, Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen. Mijn nee gaan huilen als ik geen Hagen nee zou zijn. Heb je al een lamme arm? Nee, ik ben net begonnen. Ja. En wel een beetje makkelijk al? Ja, best wel. Ja, niet te makkelijk wegens fraude, dus gevaarlijk. Toen je net het podium opkomt en zo massaal wordt toegejuicht, bent dat ooit? Nee, ik kreeg kip wel over heel mijn lichaam. Echt waar, ja. Willen jullie van één speler specifiek een handtekening? Speciale speler? Tommy Beugelsdijk en Lex Immers. En Elson Hooy. En waarom Elson Hooy? Hij is snel, hij is soms klein, maar dat is soms ook een voordeel. Want als je of groot bent, dan kan je hem niet zo... je kan hem wel zien, maar hij is ook, als je soms klein bent, kan je sneller zijn dan grotere. Dus daarom heeft hij soms een voordeel.